Bob staat op. Het is Valentijnsdag, de dag van de mierzoete muziek zoals deze. Van Velsen. Nou, oh, deze is leuk, hè? Oh, en wat dacht je van deze? Grease, You're the One That I Want. Dat is ook zo'n hele fijne liefdesplaat. Maar er zijn alleen maar liefdesliedjes gemaakt, hè? Wat dacht je van deze? Aerosmith. Ach. Maar er is ook een artiest die totaal het tegenovergestelde heeft uitgebracht vandaag. Dat is namelijk de Haagse Carmen Forbes. Een typische break-up song heeft zij vanochtend gereleased. What About Me. Carmen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij hebt niet zoveel met Valentijnsdag, denk ik dan gelijk. Nou, ik ben wel geboren op Valentijnsdag, maar verder heb ik het niet zo gek veel mee, nee. Wacht, heel even. Ben jij jarig? Ik ben jarig. Gefeliciteerd. Oh, wat toevallig dat ik jou dan spreek op je verjaardag. I know, right? Er is weer een jarig en dat ben jij. En dat is Carmen Forbes. Nou ja, en op je verjaardag, Annex Valentijnsdag, heb jij dus een break-up song uitgebracht. En je hebt dus niet zo heel veel met Valentijnsdag, behalve dan dat je vandaag wel cadeautjes krijgt. Maar niet van heel veel geliefdes en niet per se om een Valentijnsdag reden. Nee, precies. Ik krijg gewoon heel veel liefde en cadeautjes voor mezelf eigenlijk. Waar gaat de single What About Me specifiek over? Dat gaat over een relatie met een narcist eigenlijk. Oh, ik heb dat liedje geschreven samen met een paar mensen. En we hebben allemaal te maken gehad met narcisme in ons leven op een punt. Dus we dachten, laten we daar een liedje over schrijven en dan uitbrengen op Valentijnsdag. Why not? Ja, why not? Hele goede vraag. Weet jij wat dat is, een relatie hebben met een narcist? Ik zelf persoonlijk niet, maar een paar van mijn co-writers wel. Maar we hebben er heel veel over gepraat. En je hebt dan te maken met gaslighting en manipulatie en guilt-tripping en al die leuke dingen. Wat zijn deze termen precies? Wat is gaslighting en guilt-tripping? Gaslighting is dat je een beetje iemand laat voelen alsof ze alsof hun realiteit niet echt is, zeg maar. Dat ze het niet kunnen vertrouwen. Dus dat je hun woorden een beetje gaat twisten, zodat ze niet meer in hunzelf geloven. Mm-hmm. En guilt-tripping is gewoon, weet je, zeggen van, why do you have to make me feel like the bad guy? En zo, weet je wel. Dus, ja, dat je iemand anders een schuldgevoel gaat aanpraten. Precies. Ja, precies. Ja, wat vervelend, hè, dat die mensen bestaan. Ja, vind ik ook. Ja, daarom heb jij een singeltje erover gemaakt. Dat heb je niet alleen gedaan, hè? Dat heb je samen met die ene Jona gedaan. Jona, ja, een Noorse artiest en een hele goede vriend van mij. Ja, jullie hadden op Instagram een heel verhaallijntje gemaakt in aanloop van deze release. Had je namelijk aangekondigd dat jij samen met Jona een relatie hadden. Hele kleffe foto's deelde je ook ineens op Instagram, @CarmenForbes. Maar dat was allemaal een act waar ik in ben getrapt in aanloop van deze break-up plaat. Dat verhaallijntje van relatie tot en met de break-up, die is dan gisteren online gekomen in een post van jullie. Dat is een beetje lullig voor mensen die erin geloven, zoals ik. Ja, sorry daarvoor. Heel mijn familie vroeg ook van, oh, en wie is de nieuwe guy? Zelfs je familie geloofde het. Ja, ik mocht het aan niemand vertellen en dat vond ik heel moeilijk, want ik kan helemaal niet liegen. Dus elke keer als iemand vroeg van, is het waar? Moest ik een beetje mijn mond houden. Maar iedereen trapte erin. Ook beste vrienden in Nederland en zo. Dus het is goed gelukt. Maar sorry. Het is zeker goed gelukt, maar het is dus niet waar. Dat is ook heel jammer voor jou natuurlijk uiteindelijk zelf. Maar ook het is op zich een goede campagne geweest. Ja, precies. Nou ja, het is bijna helemaal vlekkeloos gegaan. Alleen een paar weken geleden in de nachtclub toen Jona met een andere vrouw was. Ja, toen keek iedereen mij aan. Wat? Van, ga je niks doen? Wat? Hij stond dus te tongen met iemand anders waar jij bij was. Maar terwijl jullie een soort van neprelatie hadden. Dat is echt fucking lullig. Ja. Hij was het een beetje vergeten. Ja, waar een aantal biertjes wel niet goed voor kunnen zijn, inderdaad. Hey, hoe ga je vandaag je release vieren en je verjaardag vieren en Valentijnsdag tussen haakjes niet vieren? Oh. Ja, zoveel celebrations. Ik ga eerst de stad in om allemaal... We hebben 120 anti-Valentijnsbriefjes geschreven. Anti-Valentijnsdag en die gaan we uitgeven aan alle singles in leuk, de stad. Leuk, hartstikke leuk idee. Ja. En dan
En dan hebben we een release traffic light party georganiseerd. Weer zo'n Engelse term. Wat is een traffic light party? Traffic light party is een feestje waar je kan laten zien wat je relatiestatus is. Dus je doet groen aan als je single bent. Geel als het complicated is, zoals heel veel relaties tegenwoordig. En rood als je een relatie hebt. Dus jij trekt vanavond groen aan. Sparkly groen, sparkly groen. What About Me, de nieuwe plaat van Carmen Forbes. Ik ga hem draaien, deze anti-Valentijnsdagplaat. Carmen, dankjewel. Tot de volgende. Dankjewel.